zoon had wat geld bij elkaar gespaard. Want daar wouden we een heel klein crossbrommetje kopen. Een mini-cross heet zoiets. En dat was dan een Chinese namaak van een origineel merk. En daar had hij heel veel lol in. Ik had ook gezien dat hij het heel snel oppakte. In de zin van dat hij er heel snel, heel makkelijk mee overweg kon. Dus ik dacht, nou, misschien is dat wel iets. En toen kwam ik via een collega van mij, die had een mini racertje staan. Dat is een klein motorfietsje, zoiets ongeveer. Ongeveer zo hoog. 40 cc. Zo'n dingetje voor hem gekocht. Dat was heel goedkoop. En daar zijn we een paar keer mee bezig oefenen, maar dat ding bleef maar kapot gaan. Dus toen heb ik een andere vorm gekocht. Eentje van, volgens mij al 14 of 15 jaar oud. En daar hebben we heel veel lol mee beleefd. En toen zijn we ook een beetje gaan trainen op kartbanen. En zijn we een keertje uitgenodigd als van de RAP Holland. Dus de Racing Association Pocket Bikes Holland. Overkoepelend orgaan van die minibike sport. En die zeiden dat hij heel veel talent had. Dat heb ik een paar keer zo wat gehoord van her en der. Je moet je iets mee doen, die jongen heeft echt wat talent. En toen hebben wij ons vorig jaar ingeschreven in de standaardklasse 40cc. Bij de organisatie Rabo Holland. En daar is hij uiteindelijk derde geworden. En dit jaar hebben we meegedaan in de 40 Open. En is hij Nederlands kampioen geworden.